Goedendag, kijk naar de Weerswachting van Weerplaza.nl en we gaan het uitgebreid over het aanstaande weekend hebben. En het ziet er heerlijk uit denk ik voor de meeste mensen, want het blijft droog, de wind is rustig en de zon schijnt geregeld. En dat hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied lag vandaag nog in de buurt van Bretagne, trekt dit weekend langzaam richting de Noordzee en ondertussen neemt hij ook nog eens zijn kracht toe. De luchtdruk gaat daardoor in ons land stijgen en in de loop van zondag komen we met waarden van 1035 hectopascal. Dat is echt hoog. Daardoor blijven regengebieden ver van ons verwijderd. Ze zijn er allemaal wel, maar ze komen dus niet onze kant op. En die kan ik beter andersom tekenen. Met de puntjes de goede kant op. Het is allemaal dus in ieder geval ver weg en uh, nou, daar hebben we voorlopig eigenlijk geen last meer van. Als we alles in beweging zetten, zien we dat het hoge drukgebied onze kant op komt, dat de luchtdruk aan het stijgen is. In de loop van de zaterdag komen we aan de 1030. En zoals ik al zei, zondag komen we dan boven de 1035 uit. En uh, in de kern van het hoge drukgebied komen we zelfs op 1040 uit. Een fors hoge drukgebied dus, die we bij ons te pakken hebben. Daaromheen stroomt koelere lucht over uh, Scandinavië. Dat warmt dan wel iets op onze kant op. Maar echt warme lucht wordt er dus niet aangevoerd. Dus ondanks het mooie en rustige weer. krijgen we niet met hoge temperaturen te maken. Heel slecht weer op de oceaan. Heel veel wind. Maar allemaal ver van ons verwijderd. Vanavond zorgt het hoogdrukgebied al voor droog weer. Vanmiddag waren er nog een paar buitjes. Maar die trekken vanavond snel weg. Ze lossen op. De stapelwolken lossen ook voor een groot deel op. En daardoor is het halverwege de avond al een graad of 11. De wind neemt ook nog eens zijn kracht af. Vannacht is er dan lokaal nevel of een mistbank mogelijk, op uitgebreide schaal verwacht ik geen mist, maar hier en daar kan het boven de weilanden en daarmee ook hier en daar boven de weg, dus wel even wat slechter worden wat betreft het zicht. Wordt ook koud. Temperaturen plaatsen ik in het binnenland dalen het naar 4 à 5 graden. En dan moet je toch ook rekenen op uh, rond het vriespunt aan de grond. Dichter bij zee zal het niet zo koud zijn. Droge omstandigheden, weinig wind vannacht. Dan morgen overdag, zaterdag, flinke zonnige periode. Na het optrekken van de nevel en mist schijnt de zon eigenlijk overal. Er zijn nog een paar wolkenveldjes. Er komen ook wel wat stapelwolken. En die stoten hun hoofd dan tegen de inversie van het hoge drukgebied. En daardoor spreiden ze wat uit. Dus in de loop van de middag een mengeling van stapelwolken en zon. Die groeien nergens uit tot regen. Dus een droge dag, 15 à 16 graden. En de wind wordt noord tot noordoost, maar die is hoog uit windkracht 2. Heel rustig weer. Zondag ook een noordoostenwind. In eerste instantie is hij nog rustig. In de middag neemt hij toe naar windkracht 3 tot 4. Veel zonneschijn opnieuw. In het noorden wat meer bewolking en in het zuiden de meeste zonneschijn. Graadje hoger zondag de temperaturen rond 16 à 17 graden. En die waarde houden we ook maandag en dinsdag. Ook dan een flinke zonnige periode en bij een oostenwind wordt het 16 à 17 graden. Doordat het iets harder waait, zijn de nachten een fractie minder koud, zo tussen de 5 en de 10 graden. Nou, dan kijken we verder vooruit, dan zien we eigenlijk dat er bar weinig verandert. Tot en met woensdag is er grote zekerheid. Vanaf donderdag neemt de onzekerheid iets toe. Maar het lijkt er toch al pas op dat we op zijn vroegst in het volgende weekend misschien met regen te maken krijgen. En ik zeg het allemaal heel voorzichtig: want de kansen zijn ook voor dat weekend heel klein. Voorlopig dus rustig en droog weer, met flinke zonnige perioden. Wens u een goed weekend bij Michiel Severin van Weerplaza.